Ik denk echt dat Gordon Ramsay echt jaloers op mij is. Oké, dan zou ik nooit meer YouTube kiezen. Vaarwel allemaal. Yeah. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van Coco met Senna. En vandaag met Vonneke! Yes! Nou, stel je even voor, ik denk dat iedereen jou kent. Nou, hallo, ik ben Vonneke. Je kan me kennen van TikTok. Ik ben ook wel op Snapchat, Instagram van mijn video's van vroeger. Oh, ik werk bij de radio. Ik doe zoveel dat ik het altijd vergeet. Nou, oh ja. Ik denk dat je het kent. Ja. Nodig. Vandaag gaan we taco's maken en het is echt een beetje jouw receptje. Jij moet maar gewoon zeggen hoe het werkt. Want ik ga jou de makkelijke dingen laten doen en dan doe ik wel het vieze werk, zeg maar. Goed. Ja, ik zet altijd die taco's op mijn Snapchat en iedereen vraagt me altijd hoe maak je het, hoe maak je het. Echt? Ik ga sterk! Ja. En ik geef altijd tutorials en zo. Maar nu kunnen mensen gewoon even goed rust kijken. Goed rusten. Ja. Je kan hem op pauze zetten. Ja, okay. So take notes. Oké, okay, verse crème fraîche. Was het zo grappig dan? Wat? Je zegt crème fraîche. Nou. Oké, okay, dus voor de guacamole maken we avocado, koriander, klein beetje knoflook, een rode peper, citroen en stukjes tomaat. En dan is, heb je natuurlijk gewoon de chia's, kruiden. Kip gehakt, want ik eet dus alleen kip. Ik wil zeggen tomaat, paprika, ja, ui en die taco saus. Oké. Okay. Oké, okay, jij mag de guacamole maken. Oké. Okay. Moet je deze even door midden snijden en met een lepel eruit halen. Oké. Okay. Kook je überhaupt wel eens? Ja, nee, ik zweer soms wel. Ik ben echt niet zo goed in koken. Wij hebben thuis Hello Fresh. We hebben dat dan 3 keer in de week en dan moet ik dat soms wel eens maken, maar ja, ik ben gewoon niet echt super goed. Ja, maar ik vind, je hebt de leeftijd nog wel om te zeggen van dat je niet kan. Maar je, ja, moet, het wel, toch? Je moet het wel gaan leren. Ja, oké. Okay. Oké, okay, wat ik ga doen is de ui snijden. Weet je wat ik meestal doe? Wat doe je? Je vindt het toch al? Oh, ik dacht, je had met die nagel. Oh, gelijk pittige. Zie jij je vriend te denken aan kinderen? Ja, ik wil wel echt heel graag kinderen. Ja? Maar mijn vriend is de hele tijd van, ja, ik wil wel kinderen. Nee, toch niet. Ja, misschien toch wel. Dus hij is een beetje van dat hij nu... Hij weet het nog niet. Nee. Echt. Maar ik denk ook altijd van, ja, het komt gewoon wanneer het komt. Ik zeg altijd dat als ik 23 ben, dan wil ik kinderen. En ik ben nu 24. Ik moet even haast maken. Ik wil echt geen oude, gerimpelde moeder zijn, man. Oké, okay, en wat moet ik na de avocado doen? Ja, ik heb geen idee. Oh, we zijn al bezig, maar voordat we verder gaan, ik heb dus een schort met koken met Senna. Oh, kapot leuk. Dan zijn we gewoon echt de chef-kok. Mijn hoofd is voor mij wel echt te groot voor deze mok. Mag je haar zitten tussen? Ja, maar nee, het is toch niet echt. Trouwens, ik dacht ook al, ik zag volgens mij nog een TikTok van jou en toen had je ineens groen haar. Ik dacht, hè? Je komt hier binnen. Hebben jullie ooit zo'n fancy olieflesje gezien? Oké, okay, ik heb ook een vraag voor jou. Okay. Wat staat er op je bucketlist? Een keer een cool land of zo. Ben je al naar veel landen gegaan? Ik ben dus half Spaans, dus we gaan heel vaak... Oh, tu hablas español. Si. Si, claro, claro. Ik zou even een keer naar Bali willen of zo. Indonesië, ja, of zo. Echt hè? Ja, ik ook, man. Ik ben ook nog nooit in Amerika geweest. Zou ik ook nog wel een keer heen willen. Ik ben ook wel kapot lang bezig met die avocado. Ja. Heb je zo'n kleine vork? Ja. Met een grote vork gaat dat makkelijker. Ja? Ja. Yeah. Heb jij dat? Dat je echt... Ja, ik wil ook echt heel graag nog naar Bali. Ja, ik heb sowieso een paar rare dingen op mijn bucketlist. Ja, ik wou gewoon echt een keertje iets grappigs meemaken op vakantie. En mijn vriend die had in Egypte in een busje gepoept. Doei! Maar ik heb ook altijd, als ik met mijn vriend op vakantie ga, we maken altijd rare dingen mee. Dus... Het is gewoon meer van, ik wil ook gewoon mooie landen zien, gewoon veel van de wereld zien. Ja. Yeah. Maar ik heb niet echt bepaalde landen, ik denk van, oké, hier moet ik echt naartoe. Nee! Je moet die snijden. Oh, ik dacht, dit zit gewoon erin. Ja, ik sta echt voor lul in deze video. Nee! Nou, alles gaat verkeerd. Ja, even kijken voordat we papier gaan eten. Ah! Maar je was echt al jong begonnen met YouTube, hè? Ja. Yeah. Je was 10, toch? Ja. Yeah. In welke groep zat je toen? 6 of zo, 7. Wow. Dan ben je nog echt aan het echt jong, ja. Ja, want dan ben je nog aan het ontwikkelen. Je weet nog niet echt wat je wil worden. Dus hoe heb je dat ervaren dan? Ik wilde eerst ook gewoon eerder nog beginnen gewoon. Toen je 2 was, toen je uit de baarmoeder kwam. Ik dacht gelijk.
niet aan die talenten af van Kelvin. En toch ging het allemaal vet hard, maar het is echt, ja, het is wel eng of zo. Ineens gaan mensen je herkennen op straat en zo en je bent zo dom. Ja, want kijk, ik was 17 toen ik bekend werd. Ja. En toen was ik net aan puberen en dan merk je toch wel dat mensen anders tegen je gaan doen omdat je bekend bent. Ja. En ja, ik heb daar moeite mee? Ja, en, ja je weet niet of mensen met je omgaan omdat je bekend bent. Ja, of, ik vind dat. Ja, en ik denk van als je in groep 6 zit, dan lijkt me echt heel moeilijk dan. Ja, toen ik naar de middelbare ging, dan is dat natuurlijk anders. Want dan krijg je een nieuwe klas, nieuwe mensen. Ja. En toen begon dat wel een beetje. Nou ja, ik had het nooit zo heel erg gehad. En je hebt het vaak ook wel door. Dan zegt ze gelijk, kom een foto maken of zo, weet je wel. Ja, ja, of alles willen dan, filmen en zo. Ja, precies. Ja. Nou, de guacamole ziet er goed uit hoor. Wat zijn je toekomstplannen? Zo. Ja, ik heb ook niet echt concrete toekomstplannen. Nee, het enige wat ik vroeger wou was een scooter. Dat was het enige wat ik wou in het leven. En ik heb die nog steeds niet, dus ik wil die wel gewoon. Puur omdat het nu kan, wil ik gewoon een scooter aanschaffen. Ja, wat ik zou willen is wel echt gewoon kinderen. Dan, voor de rest gaat alles wel gewoon goed, weet je. Zou je ook willen trouwen? Ja, ik wacht echt op mijn ring, hè. Kijk hier, ik heb nog niks op mijn hand. Ik wacht echt totdat hij op zijn knieën gaat. Maar ja, alles met de tijd, hè. Sommigen hebben gewoon dat ze dat echt niet willen ofzo. Ja, ik begrijp dat niet. Heb je een vriendje? Nee. Oké, gelukkig. Echt, je gaat echt hoofdpijn krijgen. En op een gegeven moment gaan ze vragen, kan je voor me koken? En dan sta je daar met je tomaatjes. Ja, het moet goed maar komen. Maar vind je echt leuk om te koken? Ja, ligt eraan. Kijk, als ik zeg maar thuis kom van een dag werken, dan denk ik echt van, nou, ik kan gewoon even iets bestellen of zo. Ja. Maar voor het algemeen vind ik het wel leuk om te koken. Nou, ik heb een vraag voor jou. Wat maakt jou echt gelukkig? Ja, misschien gewoon kleine dingen, man. Lekker Netflix kijken. Oh, echt hè? Wil je na een lange dag Netflix? Ja, met in je bed, lekker gedoucht helemaal. Met snacks. Doen. Ja. Eet jij veel trouwens? Ja, ik kan wel echt veel eten hoor. Ja? Ja, ik ook. Even kijken hoor. Ik ga nu 1 kippenbouillon erin doen. En dan die taco mix. En dan die saus erin. En dan is dit eigenlijk al klaar. Ja, het is echt kapot lekker. Even kijken. Oh, nu echt heel klein beetje. Hou je van pittig? Dit wordt zeker. Nee, dit is niet heel pittig. Oh, okay. Als je deze mix, deze dan heel dun snijden. Ja? En dan daarin en dan alleen peper en zout. En dan is die. Oh ja. Wat is de raarste DM die je ooit hebt ontvangen? Ja, ik krijg niet echt hele rare DM's, alleen mannen die smeken om voetfoto's. Maar ik ben 1 keertje in onderhandeling gegaan. Ik ga een stuk echt? Ja, €200 voor 5 foto's. Maar hij had echt een vaste prijs. Dus toen dacht ik van ja, dat is veel te weinig. Mijn voeten zijn veel meer waard. En toen heb ik het maar gelaten. Heb je een vriendje? Of had je ooit 1 gehad? Of zou je er 1 willen? Ja, nou, laten we beginnen. Heb je ooit een vriendje gehad? Ja. Basisschool. Oh ja, maar dat telt niet als een relatie, vind ik. Nee, ik heb nog nooit echt serieus een relatie gehad hoor. Dat ook niet echt hoefstaan hoor. Nee, snap ik. Het is echt hoofdpijn. Gewoon lekker focussen op je socials en lekker kaart knallen. Ja. Vriend is alleen maar hoofdpijn hoor. Het zijn net grote baby's. Nou, hij is wel lief hoor, maar soms dan kom ik thuis en dan lig ik op bed eindelijk. De Netflix en chill mode. En dan is het van, ik heb honger, kan je iets te eten maken? Maar doet jouw zus ook dingen met social media? Ja, ik heb een zus en een broer. En mijn zus deed natuurlijk al heel veel voor mij, zeg maar. Ik maak ook heel veel video's en zo met haar. Dus een beetje mijn volgers. Die volgen haar ook. Ook een beetje, weet je wel. En die volgen dan haar. Dus nu doet ze wel veel op Instagram en TikTok. Maar niet op YouTube of zo hoor. Leuk man, de hele familie. Echt? Film je ook je ouders? We gaan er ook delen. Oh, hey, sorry man. Nee. Ja, mijn moeder, ja, ze vindt het allemaal niet zo erg. Ja, mijn moeder die vindt het echt niet leuk als ik haar film. Nee? Nee, ik had gisteren nog een video gemaakt. Lach even. Nee, Vonna. Ga weg. Ik wil geen. Oh, sorry. Ik denk echt dat Gordon Ramsay echt jaloers op mij is. Ik kan kapot gekookt. Soms kijk ik naar zijn dingen en dat ziet er gewoon echt vies uit hoor. Is jouw voorbeeld? Wie? Wie? Jouw voorbeeld? Wat is jouw voorbeeld? Ik heb eigenlijk nooit echt een voorbeeld gehad, omdat in Nederland zijn er niet echt veel donkere vrouwen die zeg maar hetzelfde doen als ik, waar ik naar kan opkijken. Dus ik heb eigenlijk gewoon altijd mijn eigen ding gedaan. En nu probeer ik wel voor de jongeren dan een voorbeeld te zijn. Ik maakte vroeger eigenlijk alleen maar video's dat ik mensen op straat ging lastigvallen en laten schrikken en zo. En toen, toen kreeg ik mijn zusje. Mijn zusje was toen geboren. Ja. Oh, ze is nu 7.
En ze reageert ook onder mijn YouTube-video's. Dus toen dacht ik van, nou, ik moet wel echt gaan veranderen met de content die ik maak. Ja. En toen dacht ik van, oké, als zij later groot is en ze kijkt naar mijn video's, ja, wat zou ik dan willen dat ze dan ziet? En toen dacht ik van, ja, ik ga gewoon grappige video's maken over school en weet ik veel wat allemaal. Oké, dit vind ik altijd echt irritant om te doen. Dus jij mag meehelpen. Oké. Je pakt zo'n vel, dan doe je kaas erin. Oké. Ik ga ook meehelpen, daar kunnen we gelijk veel maken. Met een lepel doe je dan dat erin. Dat erin, oké. Wacht, laat me dit even weten. Ja, en dan in de pan. Oh, zo doe je het. Ja. Aha, oké. Okay. Ja, gaan we gewoon een paar maken. Ja. Oké, dan pak ik even een bord waar we hem op kunnen doen. Nooit meer YouTube of nooit meer Instagram? Nou ja, op Instagram kan je nu ook veel video's en zo maken. Je hebt ja, maar op YouTube heb je nu ook van die shorts, hè? Oh ja, klopt. Ja, ik denk dan nooit meer YouTube. Nou, kijk, op YouTube word je betaald om te posten, toch? Krijg je geld nog. En ja, Instagram, ja. Ik zou Instagram echt skippen, denk ik, man. Ja. Mijn Instagram is echt uitgestorven. Ja, nou, wat moeilijk. Want op YouTube maak je gewoon meer langere video's en zo. Ja. En Insta is wel een beetje zo... Die foto's ja, en zo. Ja. Maar je moet een antwoord geven. Oké, dat zou ik nooit meer YouTube kiezen. Dan zou deze serie ook niet meer maken kunnen. Vaarwel. Wat zijn je plannen voor na de middelbare school? Want welke, nou, ik zit wat nu doe de je derde eigenlijk? Van MAVO. MAVO. Denk je dat je gaat doorstuderen? Ik vind het heel leuk. Je gaat wel gewoon ja, verder studeren, toch? Ja, ik ga wel gewoon MBO doen. Oké. Ja. Weet je, ik ben ook gewoon nog leerplichtig. Oh ja. Ja, mij niet gezien. Daarom ben ik ook gestopt. Ja. Oh, hoe gaat het met je make-up bij? Ja, super goed, man. Ja? Ja, ik heb eigenlijk alles gewoon met eigen promotie gedaan. Ja. Zonder advertenties of zo. Maar het gaat wel echt heel hard. Harder dan ik had verwacht. Ik begon met wimpers verkopen toen ik 19 was. Want het werd zeg maar heel vaak aan me gevraagd van waar hou je wimpers vandaan? Ik dacht van ja, als zoveel mensen het vragen, kan ik net zo beter zelf kopen. Ja. Ja, ik deed het eerst voor de lol. Toen leerde ik mijn vriend kennen. Toen wou ik eigenlijk alleen maar elke dag chillen. Dus toen was ik gestopt ermee. En toen ging ik op mezelf wonen. Toen dacht ik, oh ja, ik heb ook geld nodig. Dus toen heb ik het weer opgepakt. En heb ik daarnaast lipgloss ook verkocht. Dus dat doe ik nu ook een beetje erbij. Wat leuk! Ja, echt super leuk. Wauw, chef kiss. Wauw. Oké, okay, deze doen we er nog eventjes bij. Vind je mooi? Ze zien er wel mooi uit, hoor. Ja, toch? In een restaurant zou je kapot wil betalen voor dit, hè? Ja. Wat vind je van Life of Ivona? Ja, ik zeg je eerlijk. Het is wel mijn guilty pleasure om haar story te kijken. Maar aan de andere kant denk ik ook van sommige mensen die hebben gewoon geen leven meer. Bijvoorbeeld een andere Hazes of zo. Hij kan nooit ergens gewoon even boodschappen doen zonder dat hij gefotografeerd wordt. Maar jij hebt het nu echt wel veel hoor van die juice kanalen en zo. Ja, echt alle varianten zijn er nu. Ja. Oké, okay, we zijn klaar. We zijn klaar. Dit zijn ze dus geworden. Ze zijn echt fucking lekker. Dus ga ze maar allemaal thuis maken. En ik vond het heel erg leuk dat je er was. Dus ik heb bedankt.